What's good, Kelvin? Mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kalfijn. En leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van... Gekke werk. Doe eens gek, je bent al normaal genoeg. Dat is mijn motto. En daarom doe ik in deze serie de meest idiote dingen die nog nooit iemand heeft gedaan. Waarom? Omdat het fucking grappig is. En als het me niet lukt om de opdracht binnen 24 uur te fixen, kap ik met deze serie. Welkom bij Gekke Werk. What's good, Kelvin? Goeiedag, het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Gekke Werk. Jazeker, de serie waarin ik de meest idiote opdrachten binnen 24 uur moet voltooien. Mocht het niet lukken, dan is het seizoen officieel voorbij, maar we gaan lekker, oké? Okay? Dus mocht je nog niet geabonneerd zijn op mij, dan doe dat eventjes. Abonneer op mijn kanaal, join the Kelvin. It's good, it's always fun, you know. Ik ga vandaag een DM sturen naar xxkalvijnfanxx. Noem eens een getal tussen de 1 en de 100. Nee. 7. Oké, opdracht nummer 7, dames en heren. Opdracht nummer 7 in de lijst van 100 meest idiote gekkenwerkopdrachten ever in het universum is... roof het huis van een YouTuber leeg zonder dat hij het doorheeft. Ik word gewoon een crimineel vandaag. Oké, we gaan het gewoon doen. Fuck it, let's go. Goed, dit is het plan. Ik voel me mezelf een break in bij een YouTuber thuis om er precies achter te komen hoeveel shit die van me heeft. Vervolgens huur ik een verhuiswagen en stuur ik de YouTuber een anoniem bericht waardoor hij zijn huis uit moet. Bijvoorbeeld, yo, je moet nu naar Simon de Koog frikandel eten, anders vergaat de wereld. Anyway, als de YouTuber bezig is met de wereld redden, gooi ik de hele inboedel in mijn verhuiswagen. Wc-borstels, kaasschaven, koelkasten, blubber, stuiterballen, alles. Dan rijd ik de verhuiswagen van de cliff, zodat alles weg is en de YouTuber forever moet gaan leven als een minimalist. Klinkt als het beste plan ooit. I got this. Oké, laten we beginnen met het allerbelangrijkste, namelijk een YouTuber waar ik het huis van mag leegroven, zonder dat hij het doorheeft. Hey! Ja, bro. Yo! Hey, ik heb een domme vraag. Ik moet binnen nu en 24 uur het huis van een YouTuber leegroven. Ik zal jou sparen, maar ik dacht, misschien heb jij de huissleutel van Nessim en weet je wat hij de komende 24 uur aan het doen is. Volgens mij is hij heel de dag vandaag thuis. Heb jij een sleutel van hem ofzo? Nee, man. Nee, ja. Niks van Nes, man. En Mirjam is ook gewoon thuis dan? Ja, maar ja, dat weet ik niet. Maar Mirjam is net thuis. Maar meestal zijn ze met z'n tweeën aan het toekelen, ja. Maar zo, later. Oké, Nesim gaat niet lukken. Dus dat is jammer. Ja, ik ga gewoon door. Optie 2. Een van de jongens van Stuk TV. Ik denk dat ik gewoon Thomas ga bellen. Hey! Ik weet niet serieus, maar als je uit je breken hij zet besloten te maken. Om zover weet ik het huis open te maken. Dat zou kunnen. Waarschijnlijk. Hij heeft er eerst thuis. Ja, precies. Hij zegt, Gio pakken, man. Die woont ergens in Rotterdam. Dat is wel een appartementje. Dat is wel een goeie. Ik ga even Marcel bellen, ja. Succes met jullie baarden. Ga eens, scheer jezelf eens een keer, man. Ziet er onverzorgd uit. Gio Latoy. De beste jongen heeft net een nieuw huis. Ik ga zijn pa even bellen. Hoi Marcel. Hey. Hallo daar. Ik heb een vreemde vraag. Ik heb een opdracht gekregen om binnen nu en 24 uur het huis van een YouTuber leeg te roven. En daar heb ik Gio uitgekozen. En ik vroeg me af of jij misschien in het complot zou willen zitten. Ja, prima. Ik wil Gio een beetje in de gaten kunnen houden als hij weg is. Een cameraman en een soort van redactrice-achtig persoon wil ik naar hem toesturen. Ja. Onder het mom van dat ze hem 24 uur gaan volgen of iets. Oké, check jij even met hem of hij hier zin in heeft. Sorry. En mocht het zo zijn, dan stuur me nog even een berichtje of zo of bel me even terug. Oh, als dit lukt, jongen. Ik ga gewoon meteen ook eventjes cameraman bellen. Goeiedag. Goeiedag Bram. Ik wil vragen of jij Gio Latoy 24 uur wil volgen met een camera. En doen alsof het voor een tijdschrift is, voor Glamour of zo. En ik moet namelijk zijn huis leegroven en ik moet ervoor zorgen dat hij zijn huis uitgaat en dat ik weet waar hij is. Ik heb met zijn pa besproken dat het een soort van 24 uur achtige leven met Gio wordt, weet ik veel. En wat ik eigenlijk het belangrijkste vind is dat we hem vanavond uit huis krijgen. Dus dat je gewoon zegt dat we uit eten gaan of zo. Dan gaan we wel even bellen. Oké. Dan komt het wel goed. Lekker man, dankjewel. Alright. Yo, later. Yo. Dat is waar je vrienden voor hebt. Lekker Bram. Hoi, Marcel. Yo, met Kelvin, je had me gebeld. Hey, het lukt allemaal. Ik vind het prima om met die cameraploeg een leuk itemje te draaien. Ja, thanks Marcel. Geweldig. Oké. Yo, later. Fuck ja, motherfuckers! Dit is fucking geniaal.
Oké, heel even plan de campagne. Gio gaat het worden. Dat is mooi. We hebben een maniertje gevonden. Hij wordt gevolgd door een camera. Ik ga straks gewoon naar Rotterdam toe. Bram, de cameraman, gaat ook daar naartoe. Dus dan moet het allemaal lukken. Het lijkt me verstandig als ik gewoon een verhuisservice inschakel. Ik wil gewoon een verhuisbedrijf bellen en zeggen: yo, gasten, help. Alsjeblieft. Vandaag. Bedankt voor het bellen naar de verhuisbeweging. Ik wil gewoon iemand spreken. Welkom bij verhuisbedrijf Draagkracht. Goeiedag, spreek met Kelvin. Ik moet verhuizen, maar dat moet eigenlijk vanavond. Ja, nee, gewoon onmogelijk. Oké, dag. Nee. Dag, ik spreek met Kelvin Boerma. Nee, vanavond ben ik helaas niet beschikbaar. Goeiedag, dit is de voicemail van... Ik ben bang dat het niet meer gaat lukken. Ah, kutzooi. Goedemiddag, Budget Huiservice. Hey, ik heb een uitzonderlijke vraag die ik even bij je wil neerleggen. Ik moet op relatief korte termijn verhuizen. Eigenlijk van eindmiddag, begin van de avond. Als u voor mij een lijst heeft met een stuk inboedel die wij voor u moeten verhuizen. Ja, die heb ik niet. Dan kunnen wij aan de slag. Dat heb ik niet. Dan kunt u daar van mij achteraan gaan. Ik heb het echt nodig. Oké, dankjewel, dan spreken we elkaar. Yes. Oké. Dag. Ajaj, dag. Kut, dit is kut, jongen. Ik moet dus een lijst hebben, zeg maar, van alles in dat huis. Maar ik heb geen idee wat er allemaal in Gio's huis staat. Ik heb net het geniale idee gekregen om even Alex te bellen. Die is bijna altijd rondom Gio of in Gio's huis. En ik ga hem gewoon vragen om die lijst te maken. Ik denk niet dat dat nu gaat. Als ik langskom, kun je dan de deur voor mij openmaken misschien? Dan kan ik het misschien zelf wel even stiekem doen of zo. Ja, oké. Is goed. Dan denk ik, ja. Oké, dankjewel. Top. Later, baas. Ik moet gewoon die kant op en ik bedenk in de auto wel even wat slim is. Wat mij geniaal lijkt, is dat ik gewoon enigszins soort onherkenbaar naar binnen ga. Ik ga even Celine bellen, denk ik. Hey, Kel. Hey, lieverd. Heb je het druk? Zeg alsjeblieft nee. Nou, voor jou nooit. Oké. Ja, ik heb weer wat uitzonderlijks. En nou heb ik met zijn huisgenoot soort van afgesproken dat ik daar naar binnen kan om dat even te doen. Alleen wil ik eigenlijk even zo onherkenbaar mogelijk. En ik vroeg me af of je dat misschien kan fixen. Ja, denk het wel. Ja. Zullen wij afspreken bij Loetje? Dag lieve schat. Ben je er klaar voor? Zeker. Leg even uit. Ik word het postbezorgd, toch? Zoiets? Ja. Dus ik ga gewoon iets brengen en dan ga ik gewoon kijken wat er allemaal staat. Filmpjes maken, foto's maken. Nu alweer een top idee. Dag vrienden. Hallo. Jij bent Bram van Glamour en jij bent Nadine van Glamour. Ja, we willen de jongen achter Gio van het internet leren kennen. En wat mij even handig lijkt, ik moet straks al daar even inventariseren wat de fuck hij allemaal in zijn huis heeft staan. Dat hadden jullie op zich ook kunnen doen, bedenk ik me nu. Maar ik zit nu toch al in de vermomming. Alright. Ja, duidelijk? Gaat goed komen. Toi, toi, toi. Kom binnen. Verhuisje hoor. Dit is vanzelfsprekend is de keuken. Dus ja, de keuken wordt verbouwd, de vloer wordt verbouwd, de deur. Gadverdamme joh. Ja, fuck it. Ik voel me echt op mijn gemak. Je moet even een doosje hebben. Ga ik hier even vragen. Oké, dit is mijn pakketje. Maar echt spannend. Moment van de waarheid. Fucking hell. Fucking hell, joh. Hoe ga ik dit doen? Oké, we gaan naar binnen. Alex zit open, geef een pakketje. Maak ik foto's van alle kamers. En dan ga ik weer weg. Ik moet niet te lang duren. Dit is jouw pakket. Ik ga het vastmaken van alle kamers.
hoe lang is het verschil eigenlijk per video? Het is zeg maar, de ene video duurt echt een uurtje, de andere duurt 2 uur, de andere duurt 3 uur, dan duurt het 4 uur. Willen jullie wat drinken? Ja? Dit was... Holy shit, ouwe! Dit was niet normaal! Het is gelukt. Het is sowieso gelukt. Ja, ik heb overal foto's van gemaakt, behalve van zijn editing. Maar hij was aan het editen, maar hij kwam gewoon naar buiten. Heeft hij gezien? Nee, ik denk het niet. Ja, ik hoop het niet. Zoehoehoe! En? Ja, ik heb gewoon overal foto's van gemaakt. Dat is een rotzooi. Ik ga gewoon nu die lijst maken van al die shit. En dan stuur ik het gewoon naar die verhuizers. Zoek ze het maar uit. De wc stond bijna niks in. De woonkamer is wel echt een ding hoor. Daar staat dus een fucking badkuip. Hij heeft ook 2 katjes rondlopen. Daar moeten we wel even mee opletten. Het is gewoon 1 bureau, 4 schermen. Ik heb alles doorgegeven. Alleen die badkuip maak ik een beetje druk om. Goedenavond! We zitten in de auto in de buurt van Gio's huis te wachten totdat hij vertrekt. Als ik Bram mag geloven gaan ze ongeveer rond 1 uur of 7 even lekker ergens wat eten. Ja, het is nu echt... Bram zegt dat ze elk moment gaan. We wachten gewoon tot hij naar buiten komt. Fuck it, gaan gewoon naar binnen. En gaan gewoon als bitches aan de slag. Ja, zit je vaak? Ik zit hier wel vaker inderdaad. Het is wel een van mijn favoriete tanks in Rotterdam. Maar ja, ik hoef niet per se het nagerecht hoor, maar mij niet uit. Oké, het moment is daar. We hebben het seintje gekregen, Gio has left the premises. Als het goed is, zijn dit onze verhuismatties. Goedenavond. Komen jullie verhuizen vanavond, toch? Ja, ja. Hi, Kelvin. Yo. Hoi. We gaan dit gewoon even fixen vanavond. Perfect. Ja? Kom binnen om. Deze lift is helemaal kut. Ik ben wel benieuwd wat jullie inschatting is als jullie zien wat er allemaal staat. Volgens mij staat er niet heel veel. dit voelt wel een beetje vreemd. Gio, als je kijkt, het spijt me niet. Zo, licht aan. Voor de mensen die zich afvragen, is het echt Gio's huis? Het is echt Gio's huis. Dan staat hij gewoon een hele badkamer. Ik denk dat het verstandig is als wij met z'n tweeën dit naar buiten gaan brengen. Ja. En dat jullie in ieder geval sowieso gaan inpakken en de spullen die kreeg, maar zijn we daar inpakken, puur zodat het niet gaat beschadigen. Oké, lekker. Gaan we dat doen? Ja. Klaar voor? Check. Lekker boys, let's go man. Jij helpt ook mee Mike, niet zeiken. Yes, top, alsjeblieft. Ik wil graag Marcel bedanken voor het mede mogelijk maken van deze actie. En door zich ook gewoon een YouTuber kunnen kussen die op de begane grond woont in een vrijstaand huis. Er is nog niks stuk, de woonkamer is vrijwel helemaal leeg. Alleen deze rotzooi nog. En dan kunnen we overgaan op de volgende ruimte. Ja, dit ding, maar deze past überhaupt er niet doorheen. Dit is wel interessant. Ja, jongens. Dit ding is via het raam gekomen. Kut. Maar als we deze er allemaal afhalen en we tillen hem eruit. Ja, toch?
fuck it, let's go. Ja, dat is de enige optie volgens mij. The jungle of Arizona. There's a lot of stuff going on. There's tigers and bears and... Oké. Deze plant is heerlijk. Dit heeft niemand gezien. Yo, voor. Ik ben net gebeld. Ik weet niet... Bram heeft mij gebeld, zie ik. Dus ik hoop dat het allemaal oké is. Yo. Yo. Leef je? Ja. Ik ga nu naar huis, want ik moet nog editen ofzo. Wat zeg je? Gio gaat nu naar huis, want hij moet nog editen of iets in de richting. Dus ik weet niet waar je bent of wat je aan het doen bent. Maar je kan hem toch zo tegenhouden, als je wil? Nee, want ja, hij moet het wel maken. Dus ik moet het maar weten wat het is, maar ja, hij gaat dus nu weer terug naar huis. Maar dat kan niet, hè? De hele woonkamer is leeg dat, nu. Dat snap ik, maar ik kan niet moeilijk gaan zeggen van nee, je kan niet naar huis. Dat snap ik. Dus ik weet niet hoe je dat kan oplossen, maar ik ga het zo weg. Oké, ik moet terug. Ja, wat is, hoe lang duurt het ongeveer dan, voordat jullie terug zijn, denk je? Of zo? Oké. Dit is kut, jongen. Dat is een sleutel. Maar we kunnen niet nog alles eruit, de rest nog eruit halen snel. We hebben een half uur. Nee, dat gaat nooit werken, jongen. Dan gaan we echt alles weer terug. Kom met iets beters. Ja, nee, weet je, ja, laat me even denken dan. Oké, ja, fuck it. Dan moet alles terug. Error. Alle hands aan de... Alles moet terug. Alles moet, ja, serieus. We moeten alles terug. Ja, hij komt eraan, serieus. Oké. Nou, schroef het er maar weer op. Sorry, gasten, maar dit... ja, ik heb het ook niet bedacht. Dus wij gaan gewoon alvast weer naar beneden. Met een hart, jongen. Nee, dit gaat nog nooit lukken. Dit kan toch niet? Dit gaat toch niet lukken zo? Dit gaat niet goed, hoor. Dit gaat niet worden. Kaaaak, dit is gaar, jongen, nee. Het ligt overal. Flikken op, jongen. Zoek jij even iets van een bezem of zo? Heel even wachten. Is dit het dan? Volgens mij is het. Dit is hem toch? Gewoon licht. Laat jongens, spreken. Dit was echt absurd. Dit was echt bizar. Hij was gewoon echt anders aangepakt. Een paar meter van ons vandaan. Ik heb slecht nieuws. Of goed nieuws. Ik ga naar bed. We moeten morgen vroeg op. Oh ja, sporten hè? Ja. Oké. Tot rusten. Goedenavond. Voordat ik ga slapen, ik heb net contact gehad met Bram. Hij heeft laten weten dat Gio niks heeft opgemerkt over het huis. Dus dat is mooi. En ik heb te horen gekregen dat Gio morgenochtend gaat sporten om 9:00. Dus dan ga ik gewoon weer daarheen met Michael en Celine en de verhuizers. We gaan het gewoon weer proberen. We zien wel of het lukt. En als het niet lukt, dan zijn we fucked. Wel testen, lieverds. Goedemorgen. Ik heb net van Bram begrepen dat Gio alweer rising is. Dus hij is wakker. En als het goed is, vertrekt hij binnen nu in een paar minuutjes om wat lekkers te gaan eten. Ik heb een extra verhuizer gefixt, zodat het nog sneller kan. En we moeten hier gewoon wachten. Ja, het is hem wel. Ja, het is hem. Oké. Oké. We gaan. Ja hoor, kom erin. Ik denk gewoon dat we weer precies hetzelfde gaan doen als gisteren. Maar dan alles. Oké, let's go. I held my head up high.
Oké, de woonkamer is zo goed als leeg. Dus nu gaan we de andere kamers doen, dat wordt lachen. Lekker Gio. Het moment is daar. Dit is wel echt heftig. Dit is Gio's kantoor, zijn studio, zijn kloppend hart. Als dit leeg is, dat gaat hij echt heel kut vinden. Dat weet ik nu al. Dus dat gaan we doen. Alles gaat eruit. Goed. Computertje. Dit is echt niet normaal. Oh, wat een ruimte. Heerlijk. Ik heb toch het idee dat we nog iets missen. Even kijken. Ja, dit moet er nog wel even af. Dit lijkt me. Dit is pijnlijk. Dit is moeilijk. Hier gaat de 100.000 abonnees. De 100.000 voor de Latoys. En dan ja, toch wel hetgeen waar je als YouTuber het meest trots op bent. De 1 miljoen abonnees playbutton. Hier, deze gaat zo mooi mee. En dat betekent dat Gio Latoy's huis volledig leeggeroofd is. Wel, ik vraag me wel af wat Gio dan nu aan het doen is. Dit is volgens mij de laatste lading. Oké, dan zou ik zeggen, gooi hem dicht. En dan gaan we er als de wielen weer vandoor. Yes. Dit is lekker. Mazzel. Dag Gio, tot de volgende keer. Het is gelukt, papi. What the fuck? What the fuck? Huh? Waar zijn al mijn meubels? Heel mijn setup is weg, what the fuck? Deze kamer ook? Nee, dat is ook maar. Hoe is dit in één ochtend gebeurd? Weet je hoe lang ik erover gedaan heb om alles naar binnen te krijgen? Ik ben echt nog steeds helemaal mijn stuk, maar ik zat er helemaal niks in van.